welkom bij een nieuwe power-up van jullie gastheer Jordi. Als jullie afvragen, nieuwe power-up, we zijn de oude dan. Nou, dit is mijn eerste power-up, maar dat maakt hem nog wel nieuw. In ieder geval, vandaag gaan we kijken naar The Walking Dead. En als jullie afvragen, wat is The Walking Dead? Dan heb jij onder een steen gelegen, want The Walking Dead is echt de best bekeken serie over vrijwel de hele wereld, kan ik jullie denk vertellen. Ik denk dat het echt gewoon zo is. Of sowieso de tweede of de derde, maar sowieso, het staat in de top 3. En The Walking Dead is gewoon echt de beste franchise van zombies die er op dit moment is. En verslaat Resident Evil. En nu ga ik echt heel wat zeggen waar ik misschien... Nou, eigenlijk ga ik er geen spijt van hebben. Nee, ik ga er geen spijt van hebben. Want The Walking Dead is gewoon 2 keer zo goed als Resident Evil. Het verhaal is ook super geweldig. En met elke nieuwe episode van de serie kom je een stukje verder in het verhaal. En daar bedoel ik ook dus zeg maar het proloog bij. Want van tevoren is er dus iets gebeurd waardoor er een virus uitkwam. En daardoor werden mensen dus zombies. Al dus walkers genoemd in The Walking Dead. En deze walkers, ja, die zijn dus op een gegeven moment geïnfecteerd geraakt. En hoe is dat gebeurd? Hoe komt dat allemaal? Wat is het virus? Wat is het tegenmiddel? Elke episode van The Walking Dead kom je een klein beetje meer erachter hoe het dus eigenlijk in zijn werking is gegaan. Wat ik nog super tof vind aan The Walking Dead is dat het gebaseerd is op een comic, al dus een stripboek. Ik kan het even vergelijken met een Donald Duck. Gewoon een stripboek. Daar hebben ze naar gekeken. Grappig. Cool. En daar hebben ze dus gewoon een fucking serie van gemaakt. En het schiet echt iedereen's verwachtingen voorbij. In ieder geval, The Walking Dead is super vet. Zijn nu ook één... Er is één game van uitgekomen, maar er komen er nog 2. Een vervolg op de ene game en een compleet nieuwe game waarin jij als een hoofdpersonage speelt van iemand in de serie. En dat is namelijk Daryl. En Daryl, jongens, hij is niet de hoofdpersoon, maar wel een van de hoofdpersonages. Maar Daryl is echt mijn favoriete character. Gewoon echt, Daryl is de beste. Hij heeft een fucking kruisboog. Hij heeft een vreemd verleden, een redneck verleden. En hij is gewoon super vet. Daryl is gewoon echt het vetste personage. En als hij doodgaat, zal die serie voor mij ook een beetje doodgaan. En dat is echt verschrikkelijk. In ieder geval, The Walking Dead, super vette serie. Moet je echt kijken. Vooral de comic ook lezen. Ik ga hem binnenkort ook kopen. En de game die ik heb geletsplayed op mijn kanaal, ga naar mijn kanaal toe. Dan kan je hem zien. Wat? Nee? Oh, niks. Nee. Nee, maar ik heb de game ook geletsplayed op mijn kanaal. En ja, het is super vet. En als jij echt niet weet wat The Walking Dead is, ik geef deze tip. Ga het kijken. Ga het lezen of ga het spelen. Want als je één van deze 3 dingen doet, als je de serie kijkt, de comic leest of de game speelt, is het sowieso vastgebeiteld voor de rest van je leven. Dus voel niet eens wie er leuk dan nog groen duimpje. Wil je meer aan de zin? De volgende keer gaan we verder. Maar vorige keer waren we gebleven. Vorige keer waren we hier gebleven. En dan zijn we weer terug met een nieuw power-up. In ieder geval, tot dan. En als jij een duimpje naar beneden doet, dan komt meneer Wafel je halen. Toch, meneer Wafel? Nee, hoor niet.